is nu later op de middag. De rotsen kleuren rood. We gaan maar eens op huis aan. We kijken nu al uit naar morgen. Het vrolijke gezang van een meisjesklas geeft ons een voorproefje van wat ons verder deze dag te wachten staat. Wij zijn namelijk uitgenodigd door de 17-jarige Shanna, de oudste dochter van een geitenhoeder. Zoals veel Beduïnen verkoopt zij in Petra souvenirs. Maar voor het zover is, maken we een tocht door de Wadi Siyah, een droge rivierbedding. We komen bij de bron van Wadi Siyah. Voor het eerst deze reis zien en horen we zoet water in het keurdroge landschap van Jordanië. De rotsen worden hoger, de afgronden steeds dieper. Hier stopt onze tocht door de Wadi Siyah. Aan het eind van de dag gaan we met Shanna mee. Ze laat ons klein Petra zien en brengt ons dan naar haar dorp. De Beduïnen wonen tot de jaren 80 in tenten in Petra. Toen werd Petra tot cultureel erfgoed verklaard en werden de Beduïnen in dorpen aan de rand van het gebied ondergebracht. Echt happy zijn ze hier nog steeds niet mee. Hallo, geen kellen. We worden enthousiast ontvangen door een stel vrolijke stofnestjes, Shanna's zusjes en broertjes. Shanna legt het op de video vast. Mohammed, dat is het. Dan gebeurt het onvermijdelijke. Ik moet op een ezel. Careful, be careful. You like the turkey? Yeah. Oh, I like the ears. Oh, be careful. Oh, yeah. Binnen gaat de vrolijkheid voort met de kleine Rasha in het middelpunt. Ja, alles. Ja, Rasha. Kom maar, ja, alum. Rasha. Ja, Allah. Rasha. Alvast. Ja. Het was geweldig. We hebben lekker gegeten, maar we zijn blij als we 's avonds weer naar ons hotel kunnen gaan. De volgende dag, onze rustdag na de belevenissen in het Beduïnendorp, kleurt woestijnstof de hemel boven Wadi Moussa donkergeel. Een nieuwe dag. Voor de derde keer gaan we Petra in om opnieuw onder de indruk te raken van het landschap en wat oude beschavingen hier hebben gebouwd.
We maken de klim naar de hoge offerplaats. The other way. You see the coffee shop? Yeah. Yeah. After you can. After get you the table. Yeah. Okay. Yeah. This is like when I'm on trial soldier. Okay. We dalen de berg aan de andere kant weer af en zijn dan helemaal alleen. In een stille vallei ontdekken we weer andere prachtige, in de kleurige rotsen uitgehouwen tombes en zalen. We ontmoeten een geitenhoedster die naar Bedouïens gebruik een praatje met ons komt maken. Onze laatste dag in Petra. Deze zal de spannendste blijken. Via een eeuwenoude tunnel lopen we de Wadi Moulim in, ook weer een droge rivierbedding. Aanvankelijk wandelen we nog ontspannen door de stille, vredige en prachtige omgeving. Gaandeweg de tocht echter worden de keien steeds groter, de doorgang steeds smaller, de rotswanden steeds hoger en de versperringen steeds lastiger. Hoe het verder is gegaan, daar hebben wij geen beelden van. Maar wij kunnen wel vertellen dat de als uit het niets opdoemende Ahmed, een oude Bedouin, ons uit een zeer benarde positie heeft bevrijd. Euforisch en zelfverzekerd, we hebben immers de Wadi Moulim bedwongen, vervolgen we weer samen onze weg. Ons geluk is helemaal compleet als we een hop zien rondscharrelen. Rond het middaguur zoeken we beschutting tegen de zon en bereiden we ons voor op een volgende prestatie, de beklimming van de berg Al Kubta. Bovenop de berg blijkt het hard te waaien. Onversaagde Bedouïntjes op blote voetjes halen ons over om verder te gaan en nemen ons aan de hand naar een bijzonder uitkijkpunt. Daarna nemen ze ons mee naar hun hutje en drinken we met z'n allen Bedouïne thee. Als we de berg weer afgaan, zien we een pasgeboren geitje. De moeder wil niks van haar jong weten. Oh ja. Ja. Ja, gaat er staan.
Pogingen van de geitenhoeder om alsnog haar moederliefde op te wekken lopen op niets uit. Uiteindelijk spoedt hij zich met zijn kudde en het kleine geitje naar het dal. Hoe het verder is afgelopen met het geitje, weten we niet. Ons laatste bezoek aan Petra sluit ik af in stijl, op een paard. Aqaba is een gezellig, een beetje chic stadje met honderden winkeltjes, een markt, restaurants en een boulevard. Als badplaats stelt het ons echter teleur. Er is nauwelijks strand. Het uitzicht over de Rode Zee maakt dat een beetje goed. Maar we komen hier niet voor het strand. We komen voor de woestijn. In Aqaba regelen we een kameeltocht door Wadi Rum. 40 kilometer ten noordoosten van Aqaba ligt het woestijnreservaat Wadi Rum. De taxi brengt ons naar het dorpje Wadi Rum, waar woestijngids Talal met twee kamelen al op ons wacht. Zo zie je de woestijn vanaf een wandelende kameel. Maar dat went gelukkig snel. Onze eerste stop is bij Lawrence Spring, genoemd naar de legendarische Lawrence of Arabia, die hier in 1917 verbleef. Dit zijn Arabische inscripties van wel 2000 jaar oud. We gaan verder. Ik mag mijn kameel nu geheel zelfstandig besturen. De stilte van de woestijn is overweldigend. Rijden op een kameel valt niet mee. Danja beseft na anderhalf uur dat dit wel eens een lange dag kan worden. Ze geeft er de voorkeur aan het volgende stuk zelf te lopen om haar benen weer in het oorspronkelijke model te krijgen. Kan je gezelschap houden? Bij een Bedouinentent schuilt onze kleine karavaan voor de middaghitte. We eten er vers gebakken Bedouinenbrood met warme tomatensaus. Intussen bewondert Danja de kleine kameeltjes. Dan maken we ons op voor de terugreis. In het late middaglicht toont de woestijn zijn mooiste kleuren.